Zij heette Rietje Bij. Rietje werd Mary, Bij werd Servaas. En op het podium werd zij de zangeres. Die zonder naam, goedenavond. Aan haar wijden wij ons vanavond. Aan vergeten kanten van de vrouw die generaties leerde kennen als de koningin van het levenslied. Mexico, Mexico. Laatste triomf, een stampvol Paradiso Amsterdam 1986. Niet meer zo heel vast in de hoogte en toch, of juist daardoor, die laatste grote hit. De eerste was in 1959 geweest, Ach vaderlief, toe drink niet meer. Ze nam 600 liedjes op, kreeg 59 gouden platen, verkocht 16 miljoen platen en bleef maar zeggen dat ze werd geboycott. De radio moest haar niet. En inderdaad, er is iets met dat levenslied van haar. Dit jaar stond ze weer niet in de top 2000. Korte samenvatting van haar erfgoed. Maar duik in die 600 liedjes en je vindt toch verrassingen. Protestsongs. Bijvoorbeeld tegen oorlog. Die in Vietnam allereerst. Eind jaren 60. Als geen kinderen spaart, leg dus de wapens neer. Geen oorlog meer. Geen oorlog meer. Geen smart, geen pijn. Dat was haar smeekbede in alles. Camp voor sommigen, gemeend door haar. In de zangeres van het levenslied klonk altijd ook het levenslied door van de zangeres zelf. Mijn tijd is om, dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Dat lied is net als ik, het wil aan u veel liefde geven. Mijn lied, mijn levenslied, dat is mijn leven. In alle lagen van de bevolking had ze bewonderaars. Was meer dan een zangeres, vond menigeen, want oprecht betrokken bij minderheden en minder bedeelden. Gisteravond is ze overleden, de zangeres zonder naam, Mary Servaas. Ze was 79 jaar. Nou ja, dit is het bedprentje. Breekt voor mij de tijd eens aan dat ik voor altijd heen moet gaan, dan zal mijn laatste bede zijn aan alle mensen groot en klein. Vergeet mij niet, ik had u lief, mijn hele leven. Ze raakte in de vergetelheid en er is niks zo erg als iemand die dus zo eindigt, terwijl het publiek altijd je levenselixer is geweest en het applaus. Je moet er toch niet aan denken dat je dan anoniem sterft, want daar komt het op neer, hè? Anoniem sterven. We zijn op geboortegrond van de Mary Bij, de zangeres zonder naam. Die is hier geboren in de Weverstraat, 1919. Dit was de Weverstraat van toen. Die gezinnen bestonden allemaal uit nou, minstens 5 tot 12 kinderen. En ja, dat is echt een arbeidersbuurtje. Ach, vader lief, doe drink niet meer. Vader die had hier en daar een klusje. En dan moest de moeder gauw in het loonzakje grijpen om nog iets voor het gezin op tafel te kunnen zetten. En anders was pa zeg maar, op de hoek zich vol laten lopen met drank. Ik was 2,5 jaar toen ik als kind ben gevallen. Dat is een ziekbed geworden van 9 jaar. Als ik erop terugkijk, dan is het wel erg verdrietig geweest en arm. Maar och, dat vergeet je weer zo gauw als je dus, zoals nu in mijn persoontje, dus voor zoveel duizenden mensen iets mag betekenen. Mm-hmm. Dan vergeet je al dat leed en dat verdriet van vroeger. Aan het eind van de oorlog vertrekt Mary vanuit Leiden naar Maastricht, waar ze samen met haar jongste broer Jerry een populair zangduo vormt. Eenzaam ligt onder een brug van Parijs in de nacht. En dan nog een hele bekende Riedels erachteraan. Maar dat werd dus echt een hele mooie, populaire wals.
Duo Jerry en Mary Bij, dat was toen een begrip in die periode. Waar maar een bandje of muziek, live muziek nodig was, kon je geboekt worden. En dat deden ze dan ook. Hebben ze veel succes? Ze hebben daar enorm veel succes. En dat blijkt ook, want op een gegeven moment worden ze ontdekt door Sonny Hoes. En dan gaan we naar binnen, want dat wordt hem helemaal, ik heb het gehoord jongens, eindeloos goed. Goed, dank ook. Hier werkt de inspirator van het Hoeswezen in Nederland. Johnny Hoes, vader van 4 kinderen, zanger, componist, entertainer, zakenman en directeur van een goed florerende plaatindustrie. Hij had een talent scout contract bij Phonogram. En hij was op zoek naar nieuw talent. Nou, hij kende het liedje wel. Het bandje werd opgezet en daar begon de troubadour te zingen. Maar mijn vader had aan 3 tellen genoeg. Hij zei, Piet, ik vind het jammer dat je me helemaal naar Maastricht hebt laten komen, maar ik vind het helemaal kut. Ik vind het helemaal niks. Maar dat bandje bleef draaien en ineens hoorde hij zijn kinderstem. Hij zegt, maar luister eens Piet, dat kinderstemmetje, dat fascineert me. Dat ontroert me. Wie is dat? Ach, Johnny, dat is helemaal geen kind. Dat is een nicht van me, dat is Marie Servaas. Die is al 36 of 38. Goedemiddag, mevrouw Servaas, maakt u. Eindelijk hoor ik hoe u zich voorstelt. Want u bent zangeres van de naam, dat zegt u dat wel, zoals u zich voorstelt? Nee, helemaal niet. Of het moet natuurlijk zijn tijdens mijn optreden in een of andere zaal. Uh-huh. Waarom bent u nou eigenlijk zo zonder naam geneten in dat tijd? Meneer Hoes heeft mijn stem dus eigenlijk ontdekt. En toen zegt hij, nou, dit is zo'n ondefinieerbare stem. Je kan er geen naam aan geven, gewoon. Mysterieus. Ja, en toen is dat dus een zangeres zonder naam geworden. Mm. Ik ben momenteel heel erg trots op die naam. Ik zou hem niet meer kwijt willen. Ik ben Sjaak Leuters en ik heb een zangeres zonder naam. KM Suite is het, geloof ik zelfs. Ja, klopt. Welkom. Hier is de sleutel. Kamer 30. Kamer 30. Na haar dood in 1996 koopt een Leids hotel bij een veiling van haar spullen de complete slaapkamer van de zangeres. En richt kamer 30 in als zangeres zonder naamsuite. De platen. Ach jeetje. Vis. Geweldig. Ja, dat verzin je niet. Ja, dit is de stijl van de zangeres zonder naam. Dat klopt wel. Ja, je moet er van houden. Het is een hele duidelijke smaak. Van de mandoline in Nicosia. Zelfs als je er geen liefhebber van bent, dan heb je toch dat allemaal meegekregen. Je kon natuurlijk in de tijd geen café binnenkomen. Of geen braderie of maart, of je hoorde het geluid van de zangeres zonder naam. Je hebt smaaklappen, je hebt varkenslappen, je hebt... lappenstof, je hebt allerlei lappen. Ik vind het heel aardige lied over anderen. Absoluut. Nee. Nou, dan ben ik nu het verkeerde. We zijn klassiek. Okay. Een smartlap is eigenlijk een spottende opmerking voor een bepaald soort lied. Dat soort liederen worden meestal levensliederen genoemd. En dat zijn dus liederen die realistisch zijn, die het echte leven beschrijven met zijn opgang en neergang. En dan vooral de neergang, vooral de dramatische kanten. Schepen die vergaan, vissers die toch uit moeten varen. Nou ja, ik weet, het is zo sentimenteel, zo droevig, hè? Ja, een beetje zonde, ja. Ik hou liever van de Beatles of zo. Iets ontroerend zingt ze. Als je, zeg maar zeggen, verdriet hebt en zo, dan vind ik echt dat ze leuk zingt. Ik vind het echte levensliedjes, want dit zijn teksten en problemen uit het leven wat ik bezing. Bevatten ze niet veel... veel leed en triestigheid. Ja, maar dat is er toch ook. Er is toch ook veel leed in de wereld. En over al dat leed zal ik nooit uitgezongen raken. Ik vind wel, we moeten zuiver zijn. Want een smartlap, zoals je die 100 jaar geleden of daarvoor zelfs al had, was letterlijk een lap waarop een tekst stond die over de essentie van het leven ging. Het moet over het leven gaan. Het moet over drinkende vaders, armoe en ellende gaan. En dat moet je eigenlijk van je af weten te zingen. Die Johnny Hoes die kon schrijven als geen ander. En had ook precies gevoel voor die smaak en voor dat publiek. Dus die schreef precies wat ze nodig had. Ja, Mary, dat was dus een tragiek. Hè. De vader die dronk. Je ziet de smartlap al voorbij komen. Ik denk ook dat dat besproken is. Want anders schrijft mijn vader niet... Ach, vader lief, toe drink niet meer. Ach, vader lief, toe drink niet meer. Ik vroeg het al,
zo menige keer. Want moesje lief, die huilt steeds weer. Ach, vader lief. Toe drink. Niet meer. Wanneer het levenslied een enorm lang drama wordt, dan gaat het veel aan kracht verliezen. Wanneer je dus de kunst kan verstaan om in enkele zinnen een situatie te typeren, dan geloof ik wel dat dat een heel groot voordeel is in de tekst van een levenslied. Zo vaak vernederd, zo vaak. Ik ben verhuisd. Ja, na, 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 na. Ik ben veranderd in een vrouw. Ik vond mijn liefde dicht bij jou. Louisa, dat is een transgender. Dus je moet in een paar zinnetjes daar neerzetten dat ze dus een jongen was. Hè, transgender. En gevangen in een verkeerd lichaam in wezen. En dat ze dus verandert in een mooie vrouw. En dat de grootste wens uit gaat komen. De grootste wens was het heel uit mijn dromen. Die kwam uit. Het is een knipoog bijvoorbeeld naar Those Were The Days. Het is een knipoog naar bijvoorbeeld Griechische Wijn. Hè, dat zijn hele grote successen. En mijn vader die zei altijd, Adrian, denk eraan. Beter goed gestolen als slecht gecomponeerd. En dat moet je altijd in je achterhoofd meenemen. Maar je moet wel zoveel mogelijk bij het origineel altijd wegblijven. Hè? Je moet daar erg creatief mee omgaan. Viva España. Y siempre la recordarán. Viva España. Zangeres zonder naam was een fenomeen. Toen ik haar later leerde kennen, ik was toen een opkomend zangeresje en trof haar dus op alle mogelijke snappels, vanaf de Gouden Zaal van de Doelen tot op het biljart. Overal waar ik kwam, was zij dan ook vaak. Als ik al ergens in een kleedkamer zat, kwam ze bij mij zitten. En wij mochten elkaar op de een of andere manier wel. Het begon stevast zo, als het in het noorden was, of in Drenthe, of in Overijssel. Of in de kop van Noord-Holland. Oh, Imkaatje, wat is het toch ver weg, ja. Oh, Jo en ik zijn er toch zo moe van, hè. Oh, het is zo ver weg. In een zaal werken, dat is enorm fijn. Dan heb je rechtstreeks contact met de mensen in de zaal. Ik voel me zo als vroeger weer herleefd. En ik was ook altijd verbijsterd. Ik stond vaak naar haar te kijken, zo tussen de coulissen. Dan dacht ik, ja, dan zong ze een liedje als Achter de Muur van het Oude Kerkhof. En met een snik, een enorme snik die mij niet helemaal betrouwbaar voorkwam. Maar de mensen lagen in kattenzwijm. En ze kreeg ovationeel applaus van de mensen, want die kwamen toch voor de zangeres. Als ik weer de huis aan te vormen met de reliquieën van de carrière. Miljoenen ogen. Dat is mijn kantoortje, een beetje mijn rommelkamer, waar ik dus altijd mijn koffer heb klaarstaan voor op te treden en mijn kleding. Ik zoek avondjurken wel eens. Ja, die heb je wel nodig, want je zit iedere dag ergens anders. Hoeveel jurken heb je om op te treden? Nou, ik heb er misschien wel een 25. Ja. Ik was ook verbijsterd van de inrichting van haar huis. Het waren allemaal beeldjes en prachtige gefronste gordijnen en een paars voile sprei op het bed. Het was ook net of ik bij kampermensen was, in de wagens. Die zagen er ook zo uit. En ik vond het prachtig. En ze was heel schoon, ze had natuurlijk wel hulp. En ze was dan heel gastvrij, dan kregen we een kopje koffie. Maar echt heel erg intiem dat ze haar innerlijke leven met je besprak, dat deed ze niet. Zullen we eerst wat drinken? We hebben een verre reis gehad. Ik denk nooit enig moment in haar leven dat zij echt naar buiten toe de waarheid heeft verteld wat in haar geleefd heeft. Wat haar diepste gedachten waren, hoe ze zich gevoeld heeft, wat haar roerde.
Ik denk niet dat ze dat echt gezegd heeft. En dat zij dat in haar liedjes op een of andere manier... Andere mensen zeiden dan een vals sentiment. Maar ik weet niet, voor mijn gevoel was het bij haar, was het zo. Je had haar toch eens een kaart kunnen sturen. Het was niet een stem die uit de borst kwam. Ze zong licht en kon ook mooie hoogtes halen. Ja, ik vond haar geweldig. Een klein beetje achter de muur van het oude kerkhof. Het was een beetje... Het zat hoog in de resonant, zeg maar. Eens even kijken. Ja hoor. Ach, vader lief. Een geweldig nummer, hè? Goud. Toen waren dat 100.000 verkochte singles. Eduard en Helena, dat is eigenlijk een heel oud volksliedje wat mijn vader bewerkt heeft. Met ik weet niet hoeveel coupletten en dat gaat maar door. Net als het soldaatje, ook uniek. Nicosia, een van mijn lievelingsnummers. Helena zong zacht in Nicosia. Dat vond ik een prachtig nummer, omdat het ook zo exotisch klonk. En dan met die bazookies en alles. Het is ook een hele grote hit geworden. Hoeveel platen hebt u ongeveer verkocht? Nou, dat is de 7 miljoen verkocht. Er is dus alles, er zijn dus de singles bij en langspeelplaten. Dus. En hoeveel liedjes staan er met elkaar op die plaat? Dat zijn er dan de 550. Kunt u ze nou opzeggen allemaal? Niet allemaal natuurlijk, maar heel veel liedjes kan ik echt de tekst nog van. Leert u ze makkelijk, liedjes? Ik leer ontzettend gemakkelijk, want ik hoef dus nooit van tevoren te repeteren. Ik krijg mijn teksten gestuurd en ik ga naar de studio en dan spelen ze het 1 of 2 keer voor. En dan, mm-hmm. Dat is wel een erg grote gave wat ik heb gekregen. In het begin was dat niet zoals dit, nee. Maar dat veel simpeler. Maar dan kwam zij meestal de opnamekamer binnen en dan luisterden ze nog een keertje naar de orkestband, de definitieve orkestband. En dan ging ze staan, ze krijgt een koptelefoontje op en dan zegt band loopt. Ze zingt tot het einde. Het is klaar. Heel geweldig. Ja, dat is gewoon een natuurtalent. Vind je het in de zaak erg goed gespeeld? Ja, zing je mag in de zaak. Zingen in de zaak en dan loop ik echt tussen het publiek doorheen. Ja, ik weet nog goed dat we dagen gehad hebben toen 40 liedjes of zoiets opnamen. Ja. 40. Ja. 2 albums, hè? Ja. Maar één keertje hebben we gehad, dat vergeet ik nooit van zijn leven. Dat was na zo'n lange dag. En Huub Jansen, van de drummer van Dutch Wing College... die zat achter zijn drumstel. Dat was geloof ik 4 uur 's nachts of zoiets. En we waren om 9 uur 's morgens begonnen. En het was een waltje, dat weet ik nog. En op een gegeven moment was het waltje afgelopen. Dus Shanks viel... En Huub... Ging gewoon door. Die sliep. Die ging gewoon door. En ik heb met opzet die band 2 minuten laten lopen. Want ik denk, dat bewaar ik, want dat gelooft hij nooit. Maar dat waren de dagen toen. Ja. De zangeres zonder naam verkoopt miljoenen platen. Toch knaagt het bij haar dat ze niet door heel het volk wordt omarmd. Ze heeft het gevoel dat ze door Hilversums radiomakers wordt geboycott. De samenstellers... Die vonden het Nederlandstalige volkse repertoire vonden ze armoedig en dat werd dus niet gedraaid. Terwijl dat gewoon, ja, het is volkseigen. Het hoort bij ons. Het moet wel gedraaid worden, want het is gewoon zoals we zijn. Er is geen enkele officiële boycott geweest van hogerhand, van welke Hilversumse baas dan ook, die zei van jullie mogen dat niet draaien. Maar de programmamakers hielden er niet van, dus die draaiden het niet. Dus zij voelde het alsof er een boycott was. Maar het was dus niets gepland. Die uitzending in 1969 waarin Gerard Reven de PC-hoofdprijs kreeg. Nou, dat heeft heel veel voet in de aarde gehad. Maar dat heeft ook wel ogen geopend. Hij mocht hij dus bepalen wie daar zou optreden. Zij, de zangeres zonder naam. Dat was natuurlijk een schok. Dat konden ze niet bedenken. Zoals u weet is haar werk... een jaar of 10, 11 door een troep pseudo-intellectuelen bij radio en televisie geboycott, omdat het niet mooi zou zijn, niet hoogstaand en geen kunst zou zijn. Ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar omdat ik wat zij zingt mooi vind.
kleine Jantje kreeg een vlieger. Ja, dan wordt het kult. Die vrouw die was zo groot, daar kon je niet meer omheen, begrijp je? Dus die moest je in een programma zetten. Toen werd ze natuurlijk plotseling omhelst, ook door de neven en de nichten en door de homo-scene. Dat vond ik geweldig. Ze gingen zich als het ware amuseren met iets wat helemaal niet voor hun bedoeld was. En wie staat er glorierijk wederom op de eerste plaats? Natuurlijk met Mexico, onze eigen zangeres zonder naam. Dan samen met de gebroeders Beenhoven en ons ballet. Tot ziens! Mexico, Mexico. We doen haar tekort als we alleen zeggen het is zijn smartlappen. Want maatschappelijke thema's als homoseksualiteit, maar ook hè, het was maar een neger. Het was maar een neger, zo'n zwarte. Er zat toch ook rond integratie, rond geaardheid, rond thema's die zeker in die tijd niet zo makkelijk waren, zat er ook wel een drive in om te benoemen. Haar naam was Keetje Tippel. De zangeres zingt zich openlijk uit voor de acceptatie van prostituees in haar liedje Keetje Tippel. Zeehondenbabies. In Zeehondenbabies walgt ze ervan dat jonge zeehonden worden doodgeknuppeld. Maar het felst neemt ze stelling tegen de Amerikaanse Anita Bryant, die uit godsnaam homo's veroordeelt. Don't fool yourselves. Those who live immoral lives, who are idol worshippers, adulterers or homosexuals will have no share in his kingdom. Die vrouw die wilde alle homofiele mensen laten vermoorden, vernietigen. Ik zeg, wat is dat een gek mens? Ik zeg, die is gewoon eng. Ik zeg, zal ik daar eens een liedje over schrijven, proberen? Ik heb het nooit gedaan. En ik had binnen het kwartier had ik de hele tekst klaar. Sta er niet van te kijken. Als hij jou gaat vergelijken met die Hitler uit dat Duitse land. Hij vervolgde de Joden, deed niets dan hen doden. Dus bekeer je, Anita, geef de homo's de hand. Dus beste vent, hou gerust van je. Anita, daar heeft ze natuurlijk die homo-scene helemaal mee voor zich gewonnen. Hè? En ze was ook de koningin van de homo-scene. En daar gingen ze ook prat op, dat vond ze geweldig. Afgezien dat dat ook nog leuke klanten zijn. En dan deed ze die clubs en alles, ja, dat vond zij fascinerend. Er ging er een nieuwe wereld voor haar open. Ik vond, tussen uw post, daar pak ik het even, vond ik deze kaart. En daar staat op, beste zangeres. Al heel lang heb ik willen schrijven hoe fantastisch ik u vind. U bent een soort oermoeder, Maria-figuur misschien, voor alle homofiele mannen, schrijft ja. Deze jongen. Er is ook een hele bekende couturier in Amsterdam, ik noem geen naam. Maar die heeft mij de titel gegeven van Jeanne d'Arc van de homofielen. Ik zeg, als je maar zorgt dat ik niet op de brandstapel kom. Zullen we eerst eens drinken, ja, Sonja? Ja. Hij wordt koud. Ja, hij wordt warm hier. Was het een leuke vrouw? Voor mij kwam ze een beetje kil en afstandelijk over. Geen conversatie was er. Want het was 1, 2, 3, 4, hup, spelen. Ja. Volgende nummer. En dan... En als ze klaar was, was ze ook weg. Was ze ook weg, ja. Ja. In wezen was ze keihard. Dan werd ze bijvoorbeeld voor een kinderactie gevraagd. En of ze dan een optreden wou doen. Maar zij moest daar wel geld voor hebben. Begrijp je dus? Terwijl ze toch het imago had van dat ze dus voor iedereen klaar stond. En zeker voor de minder bedeelden. We zaten toen in Torremolinos en... En 's middags hoorden we van de regisseur... jongens, IMI vergoedt jullie warme maaltijden, hoor. Nou, dat was helemaal geweldig. Meri zat naast me op een bankje en die twee lieten kreeften komen.
kreeften in alle mogelijke vormen. En die zaten er uitgebreid voor een godsvermogen kreeften eten. Ik was verbijsterd. Ik zei, Mary, dat doe je toch niet? Ik zei, dat kan toch niet, dat je nou opeens kreeft gaat eten? Toen zegt Jo, nou, ze vergoeden het toch? Nou, die kunnen we toch wel geen eten ook, hoor. Dat was totaal geen bescheidenheid. Hoeveel platen Mary ook verkoopt, hoeveel hits ze ook haalt, voor haar is het nooit genoeg. Altijd nog heeft ze het gevoel dat ze tekort wordt gedaan. Ze verlaat de platenmaatschappij van haar ontdekker Johnny Hoes en gaat naar EMI. Een einde aan een legendarische, innige samenwerking. Zij zat altijd conflict met het feit dat ze vond dat ze te weinig betaald kreeg. Ik bedoel, zij was gek op geld. En dat is logisch ook als je uit een arm gezin komt. Ze heeft in de afgelopen 10 jaar 450.000 gulden royalties gekregen. Die vrouw die moet schat en schatrijk wezen. En wie daar niet doorheen kijkt, nou dat spijt me dan heel erg. Maar dat zielige verhaal, dat kun je niet blijven ophangen. Haar werd heel veel geld geboden. 575.000 gulden in die tijd. Dus dat was voldoende om te zeggen van nou, ik maak de overstap. Dus je moet goed nadenken wat je doet. Ik zeg, want je verlaat nu wel je honk waar je altijd heel goed van hebt kunnen leven en je fans mee hebt opgebouwd. EMI maakte één fout. Die dacht met de zangeres zonder naam goud binnen te halen. Maar ze hadden dan ook mijn vader binnen moeten halen, want het was een twee-eenheid. Zij heeft daarna niet meer die successen gescoord, terwijl ze er alles aan hebben gedaan. En het is nooit meer wat geworden. Ze was ontzettend eenzaam. En ze kon het niet aansturen om mensen om zich heen te verzamelen die er ook voor haar waren uit de grond van hun hart. Er was altijd een adoratie bij. Ze had allemaal mensen om zich heen die haar adoreerden. Ja, maar dan heb je geen vrienden, dan heb je fans om je heen. En dat is ernstig. Ja, dames en heren, en dan is nu het moment daar dat voor mij het doek gaat vallen. Ik zal nog één liedje voor u brengen waar ik alles in gelegd heb wat met mijn carrière en mijn leven te maken heeft gehad. Het heet Mijn Leven. Oh yeah, ik vaak verguis, veel pijn in die herinneringen. Ik bleef mijn levenslied met hart en ziel toch altijd zingen. De weg die ik moest gaan, die ging beslist niet over rozen, maar toch, ik zet het door. Ik had gekozen en bleef voor mij de tijding daar dat ik voor altijd heen gaan. Dan zal mijn laatste leven zijn aan alle mensen groot en klein. Vergeet me niet, ik hou je niet. Vergeet mij niet, 1986, op haar grote afscheidsgala. Maar u voelt hem al. Snel na dat afscheid werd het stil. Haar kringetje bewonderaars werd er niet groter op. Johnny Hoes kwam langs om het bij te leggen, maar die wees ze de deur. Lichamelijk ging het minder. Ze werd afhankelijk van anderen. En waren die nou zo bekommerd om haar of meer om haar geld? Het was eigenlijk niet veel meer zonder podium. En hoe je het ook wint of keert, of je nou van haar hield of niet, dat tekent toch de ware ster. Haar leven achteraf gezien viel samen met haar lied.
Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Volgende week personeelstekort onder verpleegsters in de jaren 50. De komst van de Surinaamse zusters. Ik had nooit patiënten gezien. Zoveel witte mensen had ik ook nog nooit gezien. Nou, dat was voor mij echt een shock hoor. Ik dacht, jee, wat heb ik nou gedaan?